Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Star Stable video. Vandaag ga ik naar de Dino Vallei. Ik ben namelijk level 15 geworden vandaag. Dit is op dezelfde dag gefilmd als de vorige Star Stable video. En ik ga vandaag naar de Dino Vallei. Dus laten we beginnen. Ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan beleven. En Elisabeth, wat heb je te vertellen? Wat spannend. Nu is de vallei beschikbaar voor iedereen om te onderzoeken. Ik kan niet wachten om unieke dingen te ontdekken in die vallei. Jammer dat de pas niet eerder toegankelijk was. Anders hadden wij ons onderzoek veel eerder kunnen beginnen. Maar goed, waar wachten we nog op? Rijd erheen en rapporteer aan mij als je een veilige weg naar boven hebt kunnen vinden. Goed, ga op avontuur, beste vriend. Voor je gaat wil ik je nog een tip meegeven. De vallei is afgelegen en daarom zal het dus niet zo makkelijk zijn om daar te komen. Zorg dat je wat extra ruimte in je tas laat, want er zijn in dat gebied geen winkels of stallen. Ik heb best wel veel spullen in mijn inventaris. Misschien moet ik dat maar eventjes gaan legen. Ja, dat is wel slim. Zo, ik heb mijn inventaris eventjes helemaal leeg gemaakt. Of hij is bijna helemaal leeg. Ik had al die kleren nog van die regenboog. Van die regenboog in mijn dingetje zitten. Ja, ik weet niet of jullie weten welke dingen ik bedoel. Dit is zo niet duidelijk. Ik bedoel, die kleding kon je allemaal verzamelen als je naar de regenboog toe reed. En dan moest je goud zoeken en dan kon je dat omruilen tegen kleren en andere spulletjes. Maar we gaan nu naar de Dino Vallei. Tenminste, ik hoop dat we binnen kunnen komen. Hier is de pas, noemden ze het. En het sneeuw is zo gesmolten dat we er langs kunnen. Maar moet je hier niet een paard voor hebben dat goed tegen de kou kan? Want zoiets heb ik begrepen. Maar ja, ik heb geen idee. Wow, het is mistig hier. Wat gebeurt er? De lifttoren is al 100 jaar niet meer gebruikt. De lift is onbruikbaar. En nu? Oh, kijk! Wacht, wat staat er? Vanwege het extreme klimaat heeft je paard het koud, waardoor je minder snel kunt galopperen. Sommige paardenrassen kunnen beter tegen de kou. Oh, oké. Ik dacht dat je met zo'n paard helemaal niet hierin kon, maar goed. Ja, ik vind het heel erg dat we niet zo snel kunnen galopperen, maar... Ja, nee, ik weet niet. Ja, is niet heel handig. Een bevroren dal, gehuld in een koude nevel die zich uitbreidt onder de oude lifttoren. Welkom in de verborgen dinosaurusvallei. Oké, geen lift, maar het lijkt erop dat je nog steeds omhoog kunt via deze bergweggetjes. De ijsformaties langs de weg zien er niet stabiel uit. Probeer er niet op te staan. Ik moet naar beneden zien te komen zonder te stoppen. Daarna kom ik niet meer naar boven via dezelfde weg. Het is een risicovol karwei, maar om een spannend avontuur te beleven moet je wel wat over hebben. Ik hoop snel een andere weg naar boven te vinden. Tot die tijd ben ik alleen en krijg ik geen hulp. Wat? Probeer op beneden bij de bergweg te komen. Zonder te vallen of de ijsformaties de tijd te geven om in te storten. Oh, moeten we een race doen? Wat? Maar ons paard kan niet zo snel, toch? Of kan hij nu wel snel? Waar moet ik naartoe? Oh, ik moet hier. Maar kijk, we kunnen helemaal niet zo snel. Oh, moet ik dan niet een paard hebben die daar wel tegen kan? Ja, lekker handig. Ik ben zo slecht in races. Oh, moet ik springen? Of niet? Wat gebeurt hier? Ik kan niks doen. Nee. Oh, mijn tijd die loopt. Dus dan ben ik zo... Sorry, ik ben hier heel slecht in. Oké, ga maar eventjes het opnieuw doen. Misschien moet ik maar even een paard kopen die wel goed tegen de kou kan. Zo, we zijn het eerste deel hebben gehad. Welk paard kan dan goed tegen de kou? Ik weet dat de Noordzweed... Nee, paard, wat doe je? Oh, mijn paard. Die stopte gewoon. Nou, take 3. Of poging 3. Ik ben benieuwd hoeveel pogingen er nog gaan komen. Oké, kom op paard. Nu even meewerken. Kom op. Nee, niet alweer. Paard.
Yes! Oké, eerste deel zijn we weer langs. Dit is volgens mij alweer poging 5. Oh, nee, niet alweer op hetzelfde stukje. Oké, nee, paard. Stop die weer, hè. Ik heb echt een raar paard. Oké. Zover zijn we nog niet gekomen. Oh. Zijn we beneden? Alsjeblieft, zeg ja. Of zorg ervoor dat het zo is. Ja, volgens mij zijn we klaar. Of bijna klaar. We hoeven niet meer over die dingen heen. Waar moet ik naartoe? Oh, daar. Lekker duidelijk aangegeven. Mijn paard gaat inderdaad heel sloom. Maar het is gelukt! Haha, poging 300 is eindelijk, was succesvol. Oké, en nu? Het onderste deel van de lifttoren. Nu ben je hier helemaal alleen. Niemand kan je... De laatste kon ik niet volgen. Wel hele dramatische muziek op de... Ja, dramatische muziek op de achtergrond. Dit is het onderste deel van de lifttoren. De lift ziet er van onderaf even onbruikbaar uit als van boven. En nu? In het midden van het onderste deel van de lifttoren is een soort van motor. Ik kan die motor onderzoeken. Misschien dat hij te maken is. Als ik die motor repareer, heb ik een weg naar Veeldeel en kan Elisabeth met mij mee naar deze vallei zonder risico. Oké, moet ik daarvoor afstappen of niet? We gaan wel eerst even te paard. Kijken of dat lukt. Onderzoek. Tik-tak. Duurt een beetje lang. Die motor heeft betere dagen gekend. Hij is kapot, roestig en zit zonder brandstof. Oké. Waarschijnlijk kunnen wij hem starten met behulp van een andere motor. Maar dan moet er wel eentje de buurt zijn. In de buurt zijn bedoel je, denk ik. Dat gebouw daar zou de controlekamer moeten zijn. Die moet ik onderzoeken. Oké. Ik ben benieuwd. Tot nu toe bevalt de Dino-Vallei aan de ene kant goed, want ik vind het heel mooi en cool. Maar aan de andere kant, die race ging zo slecht. Ja. Ik ben benieuwd. Onderzoek. Er zit een slot op. Dat gaat ze denk ik zeggen. Je moet een sleutel zoeken, denk ik. De deur is vergrendeld. Ja, dat zag ik ook al. De deur van het gebouwtje is afgesloten met een hangslot die ik niet kan openen. Moeten we sleutel zoeken. Kijken of in de buurt de sleutel is verstopt. En een besneeuwde bloempot. Of het onderraam of bij de deur. Huh? Er is altijd de moeite om te zoeken. Ik wil graag het kleine gebouwtje onderzoeken. Nou, dan doen we dat toch. Dat wilde ik zelf ook al. Oh. Zoek het voorwerp. Ja, ik wil toch zoeken. Dan klik ik en dan zegt hij, ja, zoek voorwerp. Ja, dat probeer ik. Is hij hier? Nee. Meestal is het bij Star Stable, hoe verder je gaat. Zeg maar, als je iets moet zoeken, dan moet je altijd eigenlijk naar het verste punt gaan. Daar ligt het meestal. Het is inderdaad wel irritant dat mijn paard niet zo snel kan. Dat merk ik nu. Of dat merkte ik sowieso al. Hey, die tak is opeens weg. Ik ga nog even hier kijken. Ik zag daar nog van die glittertjes. Ja, maar ik ben bang, want ik wil dan nu eigenlijk daar naartoe rijden. Want dat is best wel een ver punt. En ben ik bang dat het toch dat dichterbij punt, dat daar de sleutel ligt. Klinkt dat logisch? Er ligt niks. Is dit dan de laatste? Is het misschien toch die? En? Ja! Zie je wel. Nee. Oké, nou gaan we die in het hangslot stoppen. Zo. Kijk hoe leeg mijn inventaris is. Ik heb hieronder heb ik de belangrijkste dingetjes, zoals dan eten en drinken en zo. De sleutel past. De deur is nu geopend. Woe! Oké dan. Ja, hier staat een iets. Een machine. Een besturingsiets. Dit is de controlekamer van de lift. Het bedieningspaneel is oud en gebouwd met baanbrekende technieken voor die tijd. Huh? Ik moet het paneel van dichterbij bekijken om te kunnen hoe beschadigd het is. Star Stable, waarom zijn die zinnen niet altijd kloppend? Het is echt irritant. Laat mij anders gewoon alles vertalen. Dan zorg ik ervoor dat alles goed vertaald is. Het bedieningspaneel lijkt heel te zijn, ondanks dat het niet is gebruikt voor 100 jaar. Dit gebouw heeft de gevoelige techniek waarschijnlijk beschermd.
Dat is handig. Als ik wat reserveonderdelen zou vinden, denk ik dat ik deze motor wel aan de praat zou kunnen krijgen. Als ik daarnaast ook nog brandstof heb, kan de lift misschien worden opgestart. Ik wil echt een weg tussen hier en Veeldeel. Dan kan Elisabeth met mij mee. Toen ik naar de sleutel aan het zoeken was, heb ik ook wat andere objecten gevonden. Oké. Oké, komt helemaal goed. Gaan we weer zoeken. Is het in de Dino-Vallei altijd een beetje zo bruinachtig, oranjeachtig? Of komt het gewoon omdat ik in de avond opneem? Ik denk het laatste. Want ik neem nu op om... Hoe laat is het? 9:30 of zo? In de avond. Ik ben trouwens wel benieuwd hoeveel rassen er dan wel snel zijn in de Dino-Vallei. En ik ben ook benieuwd waar je die fjorder kan kopen. Even kijken. Oh, ik kan nou niet op M klikken voor map. De verborgen Dino-Vallei. Vallei van de verborgen dinosauriërs. Maar het is toch de verborgen Dino-Vallei? Ik snap het niet. Maar die ziet er wel heel groot uit. Dus het is niet alleen dit. Ja. Oh, ik heb weer iets gevonden. Heb ik nu alles? Ja. Oh nee. Hier kan ik nog zoeken. Hé. Hey. Huh? Oh, ik wil wel zeggen. Ik zag hier het uitroepteken en opeens was hij weg. Maar dan kwam dat ik aan het zoeken was. Deze tank is gevuld met 100 jaar oude diesel. Er is vast wel een emmer of een blik hier te vinden waarmee ik de motor kan bijvullen. Even kijken. Oh, nu staat hij gewoon hier, denk ik. Oh, we moeten dat eerst zoeken. Ja. Oh, ik zie daar weer van die glitters. Misschien dat die daar is. Oh, we kunnen nog niet verder daar naartoe. Jee, we hebben hem. Die muziek. Doet me echt een beetje aan Harry Potter denken. Ik ben een heel groot fan van Harry Potter. Ik heb gisteren, voor mij dan gisteren, gelivestreamd. En toen vroegen heel veel mensen naar welke series en films ik leuk vond. Vooral eigenlijk naar de series. En welke series ik nu volg is Riverdale. En de tank is nu gevuld. Oké. En ja, ik vind Riverdale heel gaaf. Maar Breaking Bad en zo vind ik ook heel gaaf. En Modern Family vind ik ook leuk. Het is een bonte verzameling van reserveonderdelen. Voornamelijk schroot. Maar misschien kunnen we zelfs dat gebruiken als een tijdelijke oplossing. Ik weet zeker dat ik deze motor kan repareren met deze onderdelen. Ik heb een Oké, we moeten naar de gereedschapskist volgens mij. Of niet? Ja. Oké, gaan we die ook even zoeken? Ik zit te denken, kan ik nog iets leuks vertellen? Want dit is wel een beetje saai misschien. En ik wil het niet doorspoelen, want ik vind het wel heel speciaal dat ik bij de Dino-Vallei ben. Ja, wat heb ik vandaag met Moos gedaan? Ik heb vandaag wat grondwerk met hem gedaan. Want ik denk dat als jullie dit zien, dan is de Paarden YouTubers Live Event al geweest. Maar als ik dit opneem, dan is dat voor mij nog, duurt dat nog een week. En oh, ik ben zo gespannen daarvoor. Ik ga drie demonstraties geven met Moos. Oh, ik moet afstijgen. Ja, laat me afstijgen met X dan. En ja, ik heb Moos nog nooit meegenomen naar een evenement. Ik heb hem natuurlijk nog niet zo heel lang, dus ik vind het heel spannend. Oh, moet ik weer eraf? Oh, oeps. Zo, ik heb echt geen idee hoe hij het gaat doen. Ja, wat we gaan doen is... ik ga eerst op zaterdag een grondwerkdemonstratie geven. En ik heb dat een beetje geoefend vandaag. Het ging niet zo heel lekker. Maar dan gaan we meedoen aan een vrijstressuurdemonstratie. En dan gaan we nog op die zaterdag een demonstratie geven met Snoetebol over hoe begeleid je een jong paard op vreemd terrein. En dat wordt heel spannend. Sowieso, volgens mij zou de... Oh, ziezo. Volgens mij zou de motor nu gemaakt moeten zijn. Ik ga nu proberen om de lift te starten door middel van het bedieningspaneel in de controlekamer. Oké. En op zondag hebben we ook diezelfde demonstraties, behalve die met Snoetebol. Want dan gaat zij het zelf doen met haar jonge paard. Dus ik vind het nu al heel spannend. En ik ga deze week, deze dagen voor het evenement, ga ik allemaal lijstjes maken van dit moet ik meenemen. En op die tijd moet ik dat doen. En... Ja, zodat het een beetje goed gepland is. Dat vind ik zelf wel altijd heel fijn.
De motor wil niet starten. Probeer het nog eens. Want ik ben het zelf wel heel erg van de lijstjes en het goed organiseren en zo. Oeh, hij start! Yay! Het is gelukt! Yes! De oude lift is op gang. Yay! Ik vind de muziek echt mooi. Hoera, hij doet het. Maar hoe lang zal hij het blijven doen? Het is nog niet zonder risico om deze oude lift te gebruiken. Oké dan. Dan gaan we weer naar de motor, denk ik, toch? Of is Elisabeth er nu? Nee, nog niet. Ik dacht, misschien komt zij nu omdat de lift het weer doet. Ik moet de lift eerst testen. Kom, Firefly, daar gaan we. We kunnen hier... Ja, oké. Gaan we doen. Het is laat, jongens. Ik kan niet meer zo heel goed voorlezen. Oeh, ik vind het wel eng, hoor. Of, ja, spannend. Oh, laat je paard hier voor vervoer. Huh? Oh, oké. Meestal kan je er wel op blijven zitten als je bijvoorbeeld ook met die gondel meegaat. Heet dat zo, die gondel? Moet nu weer omlaag? En dan gaan we weer naar beneden. Dit is veel beter dan die race. Echt veel beter. Hij doet het goed. En we hoeven niet meer over die vervelende dingen heen. Oh, ik zal even zo. Moet ik hier zijn of moet ik boven zijn? Staat hier die uitroepteken? Nee. Oh, dan moet ik weer boven zijn. Oeps. Foutje. Ik moet blijkbaar boven zijn. Tenminste, dat hoop ik. En? Moeten we hier zijn? Volgens mij wel. Ja. Oké. De lift voelde een beetje onstabiel, maar wij zijn boven gekomen. Misschien hadden we wel gewoon geluk. Of niet, Firefly? Hopen dat we geluk blijven houden. Nu kunnen wij ons in ieder geval vrij bewegen tussen de verborgen dinosaurusvallei. Oké. Joehoe, stond er nog bij. Nu is de oude vallei weer voor iedereen bereikbaar. Als ze tenminste geen liftpech krijgen. Tijd om aan Elisabeth te vertellen dat de lift klaar is. Firefly, laten we gaan voordat we bevriezen. Oké. En ik wil echt heel graag een paard hebben die goed tegen de kou kan. Zodat ik gewoon lekker snel kan galopperen. Zo, we zijn weer bij Elisabeth. En wat heeft ze te zeggen? Hallo Elise, Firefly. Is de lift gerepareerd? Ik dacht al dat ik een enorme herrie hoorde vanaf de berg. Weet je zeker dat het veilig is om, om met de oude lift te gaan? Nou ja, wij zijn al een paar keer op en neer gegaan, dus dat ging goed. Ik moet mezelf voorbereiden voordat ik kan vertrekken. Eigenlijk zouden we tot morgen moeten wachten. Maar wij kunnen eigenlijk niet wachten, of wel? Er bevinden zich dingen in dat dal die ik echt graag wil hebben. Ik ga alles nu voorbereiden en ga erheen met de lift. Kan jij ondertussen vragen of Avalon iets speciaals uit de vallei wilt hebben? Goed zo, praat met Avalon hier in het dorp. Oké, is goed. Gaan we naar onze vriend Avalon. Avalon, oude vriend van ons. Of gekke vriend, met je gekke cape. Hoi Elise, dus het oude bevroren dal is weer open? Interessant. Zeer interessant. Elisabeth vroeg zich af Zeer interessant. Ja, zeg maar wat je wil hebben. Kom op. Ik heb ijsdistels nodig. Die zijn al aan het groeien sinds het begin der tijden en zijn er nog steeds. Dit zijn prachtige exemplaren die uniek in de wereld zijn. Een zeer interessante plant, wil ik alleen maar zeggen, maakt... Maar, jeetje, maak voort en ontmoet Elisabeth in de vallei. Oh, ik vind het zo irritant dat die zinnen van Star Stable niet altijd kloppen. Ik zeur daar volgens mij, of ja, ik klaag daar volgens mij in elke video wel even over. Maar die zinnen kloppen gewoon niet altijd goed. En dan denk ik van, ja, wie heeft dat nou zitten vertalen? Want oorspronkelijk is het... Is Star Stable volgens mij, komt dat uit Scandinavië. Volgens mij wordt het dan naar het Engels gemaakt en dan wordt het vertaald naar Nederlands. Maar wie dat doet, die moet echt een cursus Nederlands krijgen. Want die zinnen kloppen gewoon niet altijd. Sorry als je kijkt, maar... Mijn camera viel uit, dus ik weet niet hoeveel er wel en niet gefilmd is. Maar ja, we gaan gewoon verder. Hier is ze, Elisabeth. Ijsdistels, dat dacht ik al. Dat is een zeer interessante plant. Wat een heftige plek is dit hier, of niet? Koud. Ik zou bijna zeggen onnatuurlijk koud, of niet? Die extreme kou
heeft wel een verklaring, maar meteorologisch en geschiedenislessen kunnen wachten tot later. Nu moeten wij aan het werk voordat het grote publiek hier komt en alles kapot trapt en dingen steelt. Oké. Okay. Verzamel ijsdistels, oké. Okay. Moet ik nog even kijken waar, of lezen waar ze zijn? Of zal ik gewoon even doorklikken? Ja. Oh, het wordt toch aangegeven. Het einde van de weg. Bekijk waar deze weg heen gaat. Kom daarna hier terug en vertel ons hoe het einde van de weg eruit ziet. Oké. Wat gaan we eerst doen? Laat ik eerst even snel die distels allemaal verzamelen. Ik moest kijken waar de weg naartoe ging. Ik dacht al, want het was hier rood op de map. Oh, wacht, er zitten allemaal... Ah, de weg is geblokkeerd door sneeuw en ijs. Ja, ik kan al zeggen, er zitten allemaal ijsbrokken. Sneeuwblokken. Brokken, blokken. Nou, Elisabeth, de weg is... daar kunnen we niet overheen. Waar ben je, Elisabeth? Oh, ik moet deze weg denk ik gaan volgen. Oh ja, daar is dat ding al. Aha, de weg was eigenlijk niet zo lang. Geblokkeerd door sneeuw en ijs. Wij kunnen niet wachten tot de sneeuw en ijs is gesmolten. Er smelt hier helemaal niets. Laten we de lens een beetje helpen. Op een meer explosieve manier. Zoek een paar kleine koude stenen en dan kunnen wij die gebruiken om de weg te blokkeren. Haal 3 kleine koude stenen voor, dan ontmoeten wij elkaar bij het einde van de weg. Nou, ik zie daar iets glinsteren, dus dan gaan we weer maar dingen verzamelen. Kijk daar, 3 kleine koude stenen. Dat zal voldoende zijn. Neem dat hoopje met koude stenen en plaats het beneden bij de ijsblokkenring. Daarna zetten wij een stapje terug en zoeken wij dekking achter deze boomstammen voordat wij de koude stenen aansteken. Huh? De eer is aan jou als je wilt. Nou, ik weet niet of ik dat durf. Neem deze runenstaaf. Zoek daarna. Ja, oké, het komt vast helemaal goed. Oeh, dan krijgen we een jurk. Even kijken hoor, hoe die jurk eruit ziet. Oké. Ja, we gaan er maar mee akkoord, hè. Nou, wat heb ik allemaal nodig? Zo, aan het plaatsen. En dan moet ik denk ik zo meteen heel snel wegrennen. Oh, zoek dekking en gebruik de... Ah. Oh. Woe. Oh, ik wilde springen, maar dat lukte niet. Oh, moet ik van mijn paard af. Ja, maar mijn paard staat half in de boomstam. Heel handig. Ja, oké. X afstappen. Kom. Huppatee. Een beetje snel, want ik ben al best lang aan het opnemen. meer dan 40 minuten. 30 minuten. Oeh, een toverstaf. Wow, het is gewoon echt een toverstaf. Ik dacht dat het gewoon een aansteeklont was. Wat? Nou... Oké. Mooie muziek er meteen bij. Ja, oké. Haha, dat was een flinke klap. Hopelijk hebben wij geen lawine veroorzaakt. Nu is de weg geopend. Nu kun je de verborgen dinosaurusvallei onderzoeken. Ik ga nu terug naar Veeldeel en ga jouw gevonden voorwerpen inspecteren. Succes, jij komt vast nog wel een keer bij mij langs. Dan mag je al je ontdekken aan mij komen vertellen. Ontdekkingen. Dit bedoel ik nou. Dus... Oké, misschien is het toch niet zo slim als ik het ga lopen vertalen. Nou, mooie jurk. Hey, die is even goed als mijn huidige shirt. Laten we die eens aantrekken. Ik heb trouwens een snor op, want dat vind ik gewoon heel grappig. Ben ik vermomd. Alleen het werkt niet echt, die snor.
Ja, wat gaan we doen? Misschien dat ik de video hierbij ga laten. Ik ben al best wel even aan het opnemen. Dan ga ik in de volgende aflevering weer verder. Want even kijken. Kan ik even kijken welke missie we dan mogen doen? Niet deze. Tot ziens tijdens een ontdekkingsreis. Oeh, nou, dat gaan we voor de volgende aflevering laten. Ik hoop dat jullie deze video wel leuk vonden. Want voor mij was het, of ja, naar mijn idee was het best wel rommelig allemaal. Maar ik zal heel veel saaie stukjes eruit knippen en een beetje doorspoelen en zo. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Als je dat vond, vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want zo blijf je op de hoogte van de nieuwste Star Stable video's. En ik maak ook nog andere video's, dus kijk die ook even. En dan tot de volgende keer. Doei doei!